Hallo, welkom bij Garage Bakker. Mijn naam is Richard Brink en dit is een Renault Megane hatchback met een 110 pk sterke 1600 benzinemotor in de uitvoering Celsium. De kleur van de auto is gris platine, zilvergrijs en deze auto is van januari 2011. Deze auto heeft mistlampen voor, meesturende Bic Xenon koplampen met koplampsproeiers en dagrijverlichting. 16 inch lichtmetalen velgen. Een elektrisch bediend glazen schuifkanteldak. Hier de bagageruimte van de auto. Die is eventueel uit te breiden door de hoedenplank eruit te halen en de achterbank kan in twee ongelijke delen weggeklapt worden. Hier onder de mat nog wat extra bergruimte en daar weer onder het reservewiel en het gereedschapssetje. Hier de achterbank met drie hoofdsteunen en drie driepuntsgordels. Daar zit nog een extra opbergvakje met daaronder een 12 volt aansluiting. Achterin een glazen dakpaneel. En de mogelijkheid om dat af te sluiten voor als er zonnepaneel op staat. Hier in het bestuurdersportier, de bediening van alle vier de elektrische ramen en de kinderbeveiliging. Als dat rode lampje brandt, dan springt hij achter op het kinderslot en dan kun je achterin de ramen niet meer bedienen. Hier kun je de linker of de rechter buitenspiegel selecteren en met de pijltjes kun je de spiegels verstellen. Hier links naast het stuur het verlichtingshendel. Die heeft een automatische stand. Als je hem op die stand zet, dan worden de lichten automatisch via de lichtsensor bediend. Dat betekent dat hij overdag op de dagrijlampen staat en wordt het donker of ga je een tunnel in, dan gaan vanzelf de koplampen, de xenonverlichting gaat dan aan. Hier de koplamphoogteregeling en de knop om de traction control uit te schakelen. Hier de bekleding van de voorstoelen. De bestuurdersstoel heeft hoogteverstelling. En voor aan beide kanten in de vloer nog extra opbergruimte. Hier op het stuur de knoppen van de cruise control en de snelheidsbegrenzer. De hoofdschakelaar daarvoor zit hier tussen de voorstoelen. Hier kun je kiezen of je het systeem als cruise control of als snelheidsbegrenzer gebruikt. Met plus en min kun je dan de snelheid afregelen. Daarboven op het dashboard geeft hij de snelheid aan die je instelt. En dit is de uitstand en de geheugenstand. Hier dus het dashboard van de auto met helemaal links de toerenteller. Groot digitaal in het midden de snelheid. En aan de rechterkant een multifunctioneel schermpje. Daar staat nu de totale kilometerstand van de auto. Hiermee blader je door de informatie op dat schermpje heen. Dus als ik even het pijltje naar beneden doe, hier het aantal verbruikte liters, gemiddelde brandstofverbruik, actieradius, de snelheid, afstand tot de onderhoudsbeurt, laat hij daar zien. En daar zijn we weer bij het begin.
Die twee knoppen zaten dus daar. Die zitten op het hendel van de ruitwissers. Ruitwissers hebben ook een automatische stand. Dan worden ze bediend via de regensensor. Daaronder radio stuurbediening. Hier kun je met de hand aan het stuur met de vingertoppen de belangrijkste radiofuncties bedienen. Zoals hier het volume. Er zit een draaiknopje achter voor de voorkeurzenders. En je kan hier ook telefoonfuncties bedienen. De telefoon kun je aansluiten via Bluetooth. En dan kun je hier dus de telefoon oppakken als die gaat. En hier kun je bijvoorbeeld de stembediening activeren voor het telefoonboekje. De radio zelf zit hier dus in een dashboard. Dat is een radio met cd-speler. Die kan ook cd'tjes met mp3-bestanden aan. Telefoonvoorziening zat dus geïntegreerd. En hij heeft hieronder achter het klepje verstopt nog een USB en een auxiliary aansluiting. Dan kun je dus ook vanaf USB-stick muziek afspelen. En je kan overigens ook audio streamen, dus muziek afspelen die op je telefoon staat via Bluetooth. De radioinformatie staat hier boven op dit display. Dat is die onderste. Die staat duwe pauze. Ik zal hem even op 0 zetten, dan komt de radioinformatie daar te staan. Rechts de buitentemperatuur. Bovenaan, rechtsboven het klokje. En de rest van het scherm is dus navigatie. Dat is een TomTom navigatiesysteem. De kaart staat hier op die SD-kaart. Die kun je eruit halen en eventueel thuis in de computer updaten of uitbreiden. En het navigatiesysteem bedien je met deze knoppen. Hier zitten dus snelfuncties voor bepaalde dingen. En met deze knop draaien en drukken, die joystick, bedien je een navigatiesysteem. En door hem in te drukken selecteer je dingen. Hier alarmknipperlichten en de knop van de centrale portiervergrendeling. Daaronder het verwarmingspaneel. De auto heeft climate control, automatische airconditioning met twee gescheiden klimaatzones. Je kan dus links en rechts een andere temperatuur instellen. En in de automatische stand regelt hij alles zelf en je kan hem nog iets harder of iets minder hard laten blazen. Hier de kaartlezer voor de startkaart. De auto heeft handsfree startkaarten, dus die hoef je eigenlijk alleen maar bij je te hebben. Die hoeft daar niet per se ingevoerd te worden. En vervolgens start je de auto als je de koppeling intrapt en je drukt op start. Dan loopt hij en met dezelfde knop zet je de auto weer uit. En aan deze kant de aansteker, 12 volt aansluiting, is in deze auto niet gerookt. 6 versnellingen. Hier hadden we dus navigatiebediening en de hoofdschakelaar cruise control. Daarachter de middenarmsteun met daaronder nog een extra opbergbakje. En hier de bediening van het schuifkanteldak. Als ik op de eerste stand zet, staat hij op de kierstand. Staat hij dus aan de achterkant een klein stukje open. En dan heb je een aantal voorgeprogrammeerde standen en dan gaat hij meteen al een heel stukje open. En zo gaat hij helemaal open. De voorste helft schuift dus over de achterste helft heen. Dat zijn beide glazen dakpanelen. Dus ook als die dicht zit heb je heel veel licht in de auto. En net als achter kun je ook voor afschermen tegen de zon. We hebben hier nog het dashboardkastje. Die wordt gekoeld door de airconditioning. En daar liggen ook de boekjes in. Hier de boekjes van de auto en de beide startkaarten. Dat zijn twee identieke handsfree startkaarten. Die hoef je ook alleen maar bij je te hebben voor zowel het openen en sluiten van de portieren als voor het starten van de auto. Deze auto hebben wij nieuw geleverd. Is altijd bij ons in onderhoud geweest en hebben we van de eerste eigenaar weer ingeruild. Kijk voor meer informatie over deze auto op onze website. En graag tot ziens bij Garage Bakker.